Dag Matthew, in de video van vandaag willen we het hebben over digitale rechten, een concept dat opgang maakt nu onze economie en maatschappij steeds verder digitaliseren. En dat gaat uiteraard ook een impact hebben op investeren en beleggen. Matthew Welsh, als Responsible Investment Specialist bij de Groof Peterkam Asset Management, ben jij uitstekend geplaatst om ons daar iets meer over te vertellen. Laten we beginnen bij het begin. Het concept digitale rechten, waar spreken we dan eigenlijk over? Als we het hebben over digitale rechten, hebben we het eigenlijk over mensenrechten in een digitale atmosfeer, laten we zeggen. Ja? Dus heel concreet gaat het hier over bijvoorbeeld vrije meningsuiting of recht op privacy. En die elementen gaan we eigenlijk gaan bestuderen gedurende onze ESG-analyses. Dus analyses van environmental, social en governance aspecten van bedrijven. En om te zien hoe dat bedrijven namelijk die rechten in rekening nemen wanneer dat ze producten of services gaan aanbieden. Waarom is het belangrijk dat we daar nu meer aandacht voor hebben? Wel, we zien eigenlijk twee tendensen die elkaar gaan versterken. Enerzijds zien we dat er een aantal spelers steeds groter en groter worden en bijna onmisbaar in het digitale aanbod. En dan spreken we over de Facebooks en de Googles van deze wereld. Inderdaad. En anderzijds zien we dat er een groot deel van het publiek debat, maar ook het privéleven, online begint plaats te vinden. En het is dus cruciaal om ervoor te zorgen dat de bedrijven waarin nou wij gaan investeren, die rechten serieus nemen. Je verwijst daar naar het publieke debat. Ja, dat publieke debat op het internet dat verloopt erg polariserend. We hebben dat gezien onder de Amerikaanse president Trump, die hele discussie over het fake news. Of ik denk ook aan de anti-vaxxersbeweging. Is de regelgever daar eigenlijk mee bezig? Ja, zeker. We zien bijvoorbeeld de Europese Commissie, die een aantal teksten klaar heeft. Bijvoorbeeld DSA of DMA. En dat zijn teksten die eigenlijk gaan proberen te raken aan het businessmodel zelf van bepaalde platformen. Bepaalde spelers gaan bijvoorbeeld de parameters van hun algoritmes moeten vrijgeven of de manier dat ze eigenlijk aan gerichte reclame gaan doen. En ik denk dat het die elementen zullen zijn die de problemen die u aanhaalt gaan kunnen verhelpen. Ik neem aan dat dat ook voor jullie als investeerder, de Groof Peterkam Asset Management, belangrijk is. Hoe kunnen jullie bedrijven eigenlijk gaan evalueren rond digitale rechten? Het is relatief complex, want vaak gaan bedrijven iets anders doen dan wat ze eigenlijk zeggen. Dus we steunen op allerhande documenten, maar bijvoorbeeld ook informatie van NGO's die hier actief mee bezig zijn, bijvoorbeeld Ranking Digital Rights. En die externe analyses gaan eigenlijk onze interne analyses gaan versterken, zodat we een beeld kunnen creëren van de maturiteitslevel van een bedrijf omtrent die digitale rechten. We spreken over digitale rechten vandaag, maar het is een wereld die heel snel evolueert. Er is ook constant nieuwe technologie beschikbaar. Wat zien jullie als een van de volgende uitdagingen? Wel, een volgende uitdaging, of eigenlijk een uitdaging die al bezig is, is de impact van artificial intelligence op die mensenrechten. Een voorbeeld hiervan is recent hebben Amazon en Microsoft nog eens een moratorium getekend rond het verkoop van facial recognition software, die gebaseerd is op artificial intelligence, voor de politiediensten. Ja? En dus we zien eigenlijk een sector die zichzelf gaat proberen te reguleren om de grote negatieve externaliteiten van bepaalde technologieën te gaan beperken. De sector reguleert zichzelf, maar is de regelgever daar ook weer mee bezig? Ja, dus hier opnieuw gaan we zien dat de Europese Commissie het voortouw neemt en ook rond het gebruik van artificial intelligence een wetsvoorstel klaar heeft om net die meest negatieve impacten te gaan mitigeren. En jullie als sector, hoe gaan jullie daarmee om? Wel, we werken samen met een aantal andere investeerders om in gesprek te treden met bedrijven die facial recognition software gaan aanbieden, om zo best practices te gaan identificeren en dan vervolgens die best practices te gaan uitleggen en te gaan bespreken met andere spelers die dezelfde technologie aanbieden. Kortom, we mogen eigenlijk concluderen dat die digitale rechten steeds belangrijker worden in de ESG-agenda. Jazeker. We zien dat investeerders een rol te spelen hebben in die zelfregulering, maar we voorkomen natuurlijk ook de regulator die daar actief mee betrokken is. En anderzijds zien we dat stilaan ieder bedrijf een digitale rijkwijde heeft en dus ook die digitale rechten in rekening moet nemen. Matthew Welsh, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dank je wel.